Hey, dat is wat we aan de Ton. Café ja. De Po. Dat is heel weer aan de Ton. Ja, kijk het maar, jongens. We hebben deze week mensen goed Maasbracht, want binnenkort zijn de havenfeesten in Maasbracht weer. En die komen daar wel vertellen, dus interessant. Super. Ik heb Biemich Marijke Paradiek, dat hij er weer heeft gewonnen. Nou. Kom voor een snel ja. Kiep. Ja. Van harte welkom, beste mensen. Fijn dat je kijkt naar aflevering 19 alweer van het programma Aan de Ton. Ton, we zitten alweer samen, hè? Ik ben nog blij als je tegen zee en dan weet ik dat het goed gaat met mij in ieder geval. Gelukkig, ja. Ja, tegenover dicht zitten al onze eerste gasten inmiddels. Onze volgende gasten komen uit Maasbracht, om daar maar even mee te beginnen. Je komt namens de havenfeesten, zeg maar, en het museum. En we hebben zelfs ook nog eens... Oud-Schipper. Okay, voordat we zo meteen over de havenfeesten en het museum gaan praten, wil ik eigenlijk met u even praten, want dat is eigenlijk de aanleiding tot zeg maar, de havenfeesten en het museum rondom de scheepvaart, zeg maar. U bent nog schipper op dit moment? Als we aflossen, varen we dan... We hebben ook een particulier geweest, eigen schip gehad, hebben we anderhalf jaar geleden verkocht. Ja. En nou wonen we aan de Wallingersbracht en dan doen we af en toe mensen die met vakantie gaan, weet je wel, dan vaart mijn vrouw ook mee. En anders keer, anders op een schip wat dag en nacht vaart, dan doen we ook gewoon mee, een paar dagen mee varen. Zo. Dus blijf je er ook een beetje bij. Okay. Maar u vaart dus niet meer in de schipvaart, zeg maar, voor bedrijvigheid? Zeg maar. Nee, voor bedrijvigheid niet. Dat niet meer. Nee. Vroeger ging ik vaker met mijn vader, ging ik wel eens naar Maasbracht en dan zag je die bootjes daar liggen en dan was het voor mij altijd, als kleine jongen, altijd romantiek. Was dat ook zo? Ja, sowieso. Het is een pracht van een leven, schippersleven. Ja. Ja. Dus je bent vrij. Je verplichtingen heb je toch, maar dat heb je overal. Dat heb je ook aan de wal, je verplichtingen moet doen. Ja. Maar het schippersleven is gewoon grandioos. Je komt overal. Ook mensen die gaan met vakantie, die moeten ervoor betalen en wij varen er gewoon naartoe. Ja, ja. Dus wat wil je nog meer? Dat is toch super? Ja, super natuurlijk. Ik wil er graag... Ik was nog geen 13 jaar, was ik al matroos met mijn vader. Ik ben nu 66. Zo. Ik heb 53 jaar gevaren. Altijd op het altijd, water? Altijd op water. En wat is dat dan? Ik woon nu anderhalf jaar in een huis. Nou, die muren, ik vind het mooi dat ze er zijn, want in open lucht kan je ook niet leven. Misschien toch wel daar nog even om terug te komen, maar wat was het verschil? Wat is het verschil van... nu schipper te zijn en vroeger, kunt u daar misschien een antwoord op geven? Nou, vroeger, ja, de bedragen zijn niet zo groot, maar nou, de nieuwe schepen allemaal, het zijn zulke grote bedragen ook. En dat weten jullie ook wel, het is ook een klein beetje crisistijd ook allemaal. Mensen varen op togelijk gewoon tegen de kostprijs. Ja, en dat is niet zo heel fijn natuurlijk. Ik ben helemaal uw naam vergeten te vertellen. Otto Snijder. De heer Snijder is het. Ja, Snijder. Otto Snijder. Waar komt hij oorspronkelijk vandaan? Officieel kom ik van Rotterdam. Van Rotterdam. Ja. En via de scheepvaart in Maasbracht terecht. Ja, mijn ouders die hebben ook altijd gevaren natuurlijk. Ja. En die zijn, die kwamen toen veel in Limburg in Maasbracht. Die zijn die aan de wal geraakt, daar een huisje laten bouwen. Ook. En daar wonen wij nou in. Ouders zijn inmiddels gestorven. Er zijn heel veel schippers die dat binnenvaart. Ontzettend veel schippers die daar ook, niet alleen van Rotterdam, maar ook van Groningen, van Zeeland, die allemaal toch heel ontzettend veel mensen naar Maasbracht getrokken zijn. En toch alleen maar super. Super. Ja, wat is de trend in de scheepvaart op dit moment nog? Aan schepen, zeg maar. Want ik zie wel eens, ik woon zelf in Echt en dan hebben ze daar in het Julianakanaal hebben ze de bruggen verhoogd, zeg maar, voor de containerschepen. Zeg. Dat ze meer containers kunnen voeren, gewoon een derde en vierde laag erop kunnen zetten. Ja, dat levert weer meer op natuurlijk. Is dat op dit moment een trend? Ja, dat is wel de trend. Kolen en containers, dat is wel... Is de binnenvaart op dit moment ook nog rendabel? Door de crisis ook? Door de crisis. Ja. Wat is er rendabel? Als je op de varenschepen brede kostprijs, dan is het niet rendabel natuurlijk. Is het niet, maar is het, is de bedragen meer, zijn te groot. Hè? Ja, maar is het niet meer van dat? Dat het gewoon wordt uitgebuit door de grote industrie, wordt het uitgebuit. Ze gebruiken het woord crisis. Ja, en de mensen voelen zich meteen bedreigd, want ik hoor niks anders meer als crisis. Ja, en alles wordt steeds duurder. En, die maken toch een omzet met de grote jongens. Ja, ook dus concurrentie natuurlijk. Ja, en iedereen schreef maar heel vlug ja. Ja, ja. Komt op de overcapaciteit, hè? Ja, overcapaciteit. Ja.
Volgens mij kunt u daar uren over doorpraten. Daar kan ik tot morgen vroeg 6 uur over praten. Ja, maar je bent blij dat ben ik nog niet uitgepraat. U bent blij dat je me eens bracht hoor. Ja, ja, super. Super. Zijn dit mensen ook, heeft u ook, vaart u ook? Of, nee, wij hebben altijd gevaren. U heeft ook gevaren? Ja. Ja. Wij hebben een scheepvaartbedrijf, dus wij hebben zwaar in de weekenden. Dus u weet ja. waarom? Ja, ja, allemaal. Kennen elkaar allemaal. Dan kom ik meteen op de brugje bij u uit natuurlijk. Daarom ligt ook het Scheepvaartmuseum. Het Scheepvaartmuseum, ja. Het Binnenvaartscheepvaartmuseum. Pas geleden nog, was het museum nog in het nieuws. Het gaat niet zo heel erg goed met het museum in Maasbracht. Hè? Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, we hebben dus in Maasbracht een heel mooi Maas- en Binnenvaartmuseum. Dus, wat allemaal metaalbouw dus staat. Dat is heel veel gebouwd door mensen die het zelf gebouwd hebben. Dus hobbyisten. Het zijn ook veel varende mensen natuurlijk. Die hebben ook een plan van zo'n schip. Die weten precies waar ze het over hebben. En die bouwen dat natuurlijk mooi. En die bouwen dat naar. Je hebt verschillende soorten schepen. We hebben ze van ouderwetse schepen, van vroeger van houten schepen nog. Zoals vroeger de binnenvaart dus begonnen is eigenlijk met houten schepen. Later is dat ijzer geworden, waren het sleepschepen. Later zijn het motorschepen geworden. We hebben verschillende stoomsleepboten nog, uit de oude tijd nog, van de kolentijd. Later werden het motorsleepboten dus. Ja, en nu zijn het allemaal motorschepen geworden. Dus de sleepboten die zijn dus allemaal een beetje vervallen. We hebben dus een mooie manquette dus van de oorlog. Van miniatuur allemaal. Alles in miniatuur. We hebben een mooie maquette dus van de bevrijding in Maasbracht. Toen zijn er 240 schepen, zijn er toen, hebben ze laten ontploffen. Dus die zijn allemaal gezonken. De mensen die toen aan boord waren, moesten toen allemaal van boord af. Daar hebben we een hele mooie maquette van, dus dat kun je allemaal bij ons zien. Dus mooi. We hebben dus een mooie simulator in het museum. Okay. Met een mooie sleeboot en een zeeschip. En dan kun je Rotterdam in de haven. En dan kun je mooi op de simulator kun je dus varen, dus ook voor kinderen. En is dat natuurlijk prachtig mooi. Dus mensen die daar naartoe komen, kunnen daar dan eens proeven hoe het is om in zo'n stuur. Ja, echt eens werkelijk zien hoe dat een schip vaart en hoe dat gaat. We proberen toch met z'n allen dus om het schip Maas en Binnenvaartmuseum dus gaande te houden. Dus we werken met veel vrijwilligers en zo. Dus allemaal. En tot nog toe gaat dat nog ook. En ja, we zullen binnenkort over een paar jaar misschien een andere locatie krijgen. Maar we proberen toch in ieder geval dit in stand te houden, want dit is gewoon belangrijk. Maar heeft u dat nou, mag niet weg. Heeft u een nieuw plan gemaakt, zeg maar? We zijn iets veranderen met het Scheepvaartmuseum? Op korte termijn al? Nou, op korte termijn, dat zal nog wel enige tijd duren natuurlijk ook. Maar er liggen serieuze plannen dus voor een andere locatie dus te krijgen voor het Maas en Binnenvaartmuseum. Dus ook. Om dat in ieder geval in stand te houden, want dat mag niet verloren gaan. We missen wat meer publiek natuurlijk. Er moeten meer mensen komen. Er moeten meer mensen komen. Dus. Ja, die moeten naar die mooie bootjes komen kijken. Ja, die mooie bootjes. Ja, naar een stimulator hadden we dus. En naar een stimulator. We hebben een originele sluis staan, zoals de sluizen dus werkelijk werken. Ja. Met de deuren dus ook. Alle verlichting erop en aan en we kunnen die sluis vol laten lopen, we kunnen de scheepjes invaren. Dus voor kinderen is dat prachtig natuurlijk om dat te zien. Maar ja, ik denk dat de meeste mensen het niet weten. Nee, de meeste mensen weten het niet. De meeste mensen er zijn zelfs nog mensen in Maasbracht die niet weten dat het museum bestaat. Moeten wij wel iets aan doen dan? Dat moeten we wel zeker. Wanneer is het museum open? Welke dagen is het open? Woensdags, zaterdags en zondags. Van 2 tot 5 uur. Dat is een mooie tijd. Hè? Dat is een hele mooie tijd. Moet toch wel mensen kunnen komen dan? Ja, en elke zaterdag en elke zondag zijn we paraat. Gaan we de bruggetje van nu, van het museum, gaan we naar misschien wel de mooiste dag van het jaar voor heel veel mensen die uit de scheepvaart komen. Dat is de scheepvaartdagen in Maasbracht. En daar kom ik uit bij, ik hoop het goed heb, de heer Fransberg. Is dat dan goed? Fransberg. Ja, de heer Fransberg. De scheepvaartdagen, die vinden plaats binnenkort weer, hè? Ja, 8, 29 en 30 juni dit jaar zijn de Maasbracht de havendagen weer. Ja, dat is één groot museum dan, denk ik ook, hè? Dat is één groot museum. Dat is één groot museum. Feest, kunt u er nog iets voor vertellen wat er gaat gebeuren? Ja, zeker. Nou, ik zou even bij het begin beginnen. Vorig jaar zomer zijn wij dus gaan oriënteren met het bestuur om weer de havendagen te gaan organiseren. Daarvoor hebben wij sponsoren nodig. Dus we zijn eerst gaan inventariseren van wat kun je in crisistijden ook aan sponsorgelden binnenhalen. Dus we zijn heel hard aan het werk gegaan om de sponsorgelden binnen te halen. Nou, dat liep als een sneltrein eigenlijk. En zodoende konden we heel snel gaan organiseren. En dat resulteert erin dat we nu echt een weekend vol entertainment hebben. We hebben goede artiesten, we hebben leuke programma's, we hebben gratis entrees.
Dus vanaf vrijdag tot en met zondagavond is het één groot feest. 3 dagen de havenfeest in Maasbracht. Drie dagen havenfeest. Dan kunnen de mensen schepen bekijken en is het museum open waarschijnlijk het ook. Het museum is open. Marine komt ook nog, geloof ik. Hè? Ja. Marine, we beginnen vrijdagavond, hebben we de intocht van de nostalgische sleeboten. Ja. Okay. Er komen een 40-tal nostalgische sleeboten. Okay, die komen samen met het marineschip komen die de haven binnengevaren. Dan is de officiële opening door de local burgemeester. Dan hebben we s'avonds nog een groot feest in de feesttent met een DJ. En dan beginnen we zaterdag met de scheepvaartmarkt. Dat zijn scheepvaartgerelateerde bedrijven. Die promoten zich op de markt. Ja. En daarnaast komt de marine, die pakt uit. We hebben een groot feestpaviljoen waar zaterdag een expositie door het museum georganiseerd wordt. We hebben helikoptervluchten, we hebben rondvaarten. Te veel om op te noemen eigenlijk. Eigenlijk te veel. Alles om dat mooie beroep en dat de scheepvaart. Dat weergoed is. Dat gaat vast en zeker leuk. Ja. Dankjewel voor de komst. Ja? Ja, zal ik zeker zeggen, met z'n allen nogmaals bracht toe, want het is een hele hoop te zien. Ja. Blief even verder kijken, want we gaan nu naar de reclame. En dan gaat het dus eigenlijk om het veer moeten ook leven. Ja.